tijd. Droogbrood zaterdag, stokvis vrijdag, boerenkool donderdag, met worst woensdag, frikadellen dinsdag, bruine voor de maandag, zondag drinkt dat droogbrood zaterdag, stokvis vrijdag. Hey René, heb jij ook niet een verschrikkelijke trek in een appeltje? Hey, er liggen beneden nog twee appeltjes. Nou, ga ze dan halen. Ja. Nee, wacht eens even. Waarom moet ik altijd halen? Nou, ik had het idee. Nou, dan heb ik ook een goed idee. Ga jij het maar halen. Zo. Nou goed dan. Kijk hier. Kop of munt? Munt. Ah, munt. Dan moet jij het halen. Nee, natuurlijk niet. Ik heb toch munt? Ja, maar wie munt heeft, moet het halen. Zo hoort het. Ja. 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 Ja, ja. Ja, dan kan ik het ook. Hier. Dan doen we het nog een keer. Wat? Het strootje trekken. He? Wie het langste strootje trekt, die moet het halen. Dus dan weet je van tevoren. Wie het langste strootje moet het halen. Hier, neem die witte maar. Nee. Dan neem ik die rode. Ah! Kijk, het is de langste. Jij moet het halen. Valsspeler. Nee. Zie je dat ik best wel goede ideeën heb. Bed loopt leeg. Hé, er was nog maar één appeltje, mijn appeltje. Hé, kan het daar? Hé, maar mag ik even kijken naar dat appeltje? Is dat niet mijn appeltje? Nee, dit is mijn appeltje, dat weet ik zeker. Oh ja, maar mijn appeltje had een steeltje. Ja, maar dit appeltje heeft geen steeltje. Trouwens, ik herken het aan zijn ronde vorm. Dit is mijn appeltje. Zit barstens vol met vitamine. Ga ik lekker opeten. Vriend! Vriend? Ja, vriend. Vrienden delen altijd alles. Ja, maar ik ga dit appeltje niet door tweeën delen en jou de helft van mijn appeltje geven. Want dan geef ik jou ook de helft van mijn vitamine. En dan krijgt de helft van mijn lichaam krijgt dus geen vitamine. En dat sterft waarschijnlijk af. Nee, dank je, feestelijk. Ja, maar wacht, vriend. Als ik geen vitamine krijg, dan sterf ik helemaal af. Ja, dat is jouw probleem. Vriend! Vriend, ik krijg opeens een waanzinnig goed idee. Oh, hij krijgt een waanzinnig goed idee. Nou, wat dan? Dat is een waanzinnig goed verstopspel. Dan moet één, die moet die appel verstoppen, hè? En die ander, die mag niet kijken. Goed, hè? En als je hem dan vindt, hè, dan mag je hem hebben. En als je hem niet vindt, dan mag je hem niet hebben. Dat noemt hij een waanzinnig goed idee. Nou, als ik het goed begrijp, dan bedoel jij gewoon dat jij dat appeltje gaat verstoppen, dat ik tot 10 ga tellen. Als ik hem vind, mag ik hem opeten en zit je niet meer aan mijn kop te zeuren dat je daar de helft van wil. Nee, ik ga hem een beetje aan je kop zeuren. Zal mij benieuwen. Daar gaan we. Ik tel tot 10. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik kom weer die weg eens gezien. Hij heeft hem onder zijn arm verstopt. René! Hallo! Hallo! Kijk, zo heb ik dat appeltje. Huppakeetje, vriend! Wat is er nou weer met je gevriend? Nou, vriend, nou staat het 1-0 voor jou, hè? En nou moet ik tellen. En dan moet jij hem verstoppen. Ik dacht dat je niet meer zou gaan zeuren. Eerlijk is eerlijk, hoor. Ik tel, hoor. Verstop je hem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik moet toch kijken.
precies dezelfde plek verstopt. Ik heb ook een verstopt. Stop. Frank, vriend, hallo. Hallo. Oh, nee. Nee, zo. Vriend, hallo. Hallo. Frank, Nederland heeft gewonnen. Hoi. Ja, ik heb hem. Nou is hij voor mij. Ja, nee, nou is hij. Maar nou is het 1-1. Hè? Ja. En 1-1 betekent dat je nog één keer moet spelen. Dat je nog één spelletje moet spelen. Dat het dan 2-1 wordt. Dus jij gaat hem nu verstoppen. En als ik hem nou vind, dan eet ik hem op. Ik tel tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu komt hij, die weg is gezien. Hallo, René. Hallo, René. Hallo. Ajax heeft gewonnen. Hoi. Godverdomme, hij heeft hem tussen zijn benen verstopt. Nou, dat wordt appelmoes. René. We zijn in dienst. Presenteer het geweer voorwaarts. Mas, 2, 3, 4. Heb te... Ja! Verdemme, de damp slaat eraf, zeg. Nou, even de tanden op elkaar. Vriend. Nou staat het 2-1 voor jou. Ja. Ja. Nee, maar nou moet jij hem weer verstoppen. Eerlijk is eerlijk. Komt dus geen eind aan dat spelletje dus. Nee, maar dat moet. Maar dan ga ik tellen. Ik tel hoor. Heb je hem al verstopt? Ik tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Hé, hey, Frank. Hallo. Oh, Nederland is gewonnen. Ja, hoera. Stom! Vriend, we zitten in dienst. Presenteer het geweer. Voorwaarts, mars! Hij zit er wel, maar hij komt er niet uit. Hey Frank, van de kung fu, van de bansai, weet je wel, van de Fuyang Hai. Oh, van de chap choy. Nou is hij, nou heb ik hem. Nee, nou is hij, nou Nee, dat kan niet, want nou is het 2-2. En dan staat het weer gelijk. Nee. Ja, dat heb je met 2-2. Nee. Maar kijk, ik heb een goed idee. Als we het nou nog één keer doen, dan staat het 3-2. Nee, dus degene die hem nu vindt, die mag hem opeten. Ik tel tot 10. 1. 2. Als ik hem nou krijg, dan eet ik hem op. Dan gaan ze altijd van hem. Ik ga er wel lang op kunnen eten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan krijgt hij misschien een velletje of een half velletje. Of een kwart van 10. Ik kom niet weg, eens is gezien. Hallo, René. Hallo. Ajax heeft gewonnen. Oh, tussen zijn benen natuurlijk. René, we zijn in dien. Presenteer het geweer. Voorwaarts. Mars, 2, 3, 4, hup! Zit hem op te eten! Nee, ik heb hem in mijn maag gestopt. Nou! Ja, zat daar! Nee! Het is papa. Ja, pap. Liggen jullie al in bed? Al uren, pap. Licht uit. Al weken. Hebben jullie je pyjama gedaan? Al maanden, pap. Is alles netjes opgeruimd? Al jaren. Nou, dan gaan slapen, hè. Ik wil niets meer horen, hè. Anders gebeuren er ongelukken. Tuurlijk, pap.
Ja, probeer niet te slapen, hè? Bengels. Ach, krijg jij helemaal de pukkeltjes in. Oh, jij hebt nog wat van mijn tappenstag genomen. Ellendige sproeten heb ik het daarvan voor gehoord. Helemaal niet. Er is altijd neuspulletje in mijn koffie te doen.